Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Creative Collects. Mijn naam is Max en zoals jullie misschien wel weten of niet, vorige week was er geen video. Dat kwam omdat ik ziek was. Of eigenlijk, ik ben nog steeds ziek, maar ik ga gewoon door met een video maken voor jullie. Het is niet de video die ik dacht dat ik ging maken, namelijk deze met de Ultra Premium Collection van Sword & Shield met Charizard daarin. Deze bewaar ik voor als ik weer helemaal fit ben en Alice ook mee kan doen. Dus ik heb een wat simpelere video uitgezocht. Ik heb nog deze 3-pack blisters liggen van Silver Tempest. De nieuwste set op dit moment. Dus deze gaan we openen. Super cool. Leuke set. Lugia, hartstikke speelbaar. Ik wilde nog even bijvermelden dat als jij een giveaway winnaar bent en je hebt nog niks ontvangen, dat klopt. Ik moet ze nog versturen, dus nog heel even geduld. Dat komt vanzelf jouw kant op, dus dat wordt geregeld. Daarnaast heb ik ook nog de Dragonite Deckholder Premium Collection, of hoe je dat ding ook noemt. In ieder geval die met die Premier Ball, Pokeball erin. Die moet ik ook nog openmaken. Ik ben heel erg benieuwd wat daar allemaal in zit. Ik geloof dat er 9 pakjes Pokémon Go in zitten. Dus wie weet kunnen we eindelijk onze Radiant Charizard eruit halen. Dus er zijn nog genoeg video's in de planning. Er is ook heel veel gebeurd in de wereld van Pokémon. Er is aangekondigd, onder andere, dat vanaf Scarlet en Violet grijze of zilveren borders gaan krijgen in onze Pokémon kaarten. Net zoals de Japanse. En ik ben daar zelf heel erg fan van. Ik vind de grijze of zilveren border echt veel mooier. Zeker bij Trainer Gallery kaarten. Die we dan overigens niet meer krijgen in Scarlet en Violet. Of in ieder geval niet aan het begin. Maar hartstikke blij dat we de Japanse kant op gaan met onze kaarten. Hopelijk ook met de kaartkwaliteit, want de kaartstok van Japanse kaarten zijn wel echt veel beter. Daarnaast hebben ze aangekondigd dat er straks 3 holo's in elk pakje komen te zitten. En dat er sommige producten, zoals Elite Trainer Boxen, een extra pakje krijgen. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. De keerzijde daarvan is dat ze hebben gezegd dat ze het wel duurder gaan maken in Amerika. In plaats van $3,99 per pakje wordt dat daar $4,49. Pokémon is natuurlijk in Europa al duur genoeg, maar we moeten zien wat dat gaat betekenen voor ons. Al deze veranderingen die gaan in vanaf eind maart, wanneer de eerste Scarlet en Violet sets uit gaan komen. Maar nu eerst heb ik hier de eerste van de 2 3-pack blisters, is de Togetic Promo. Deze ga ik openscheuren. Ik denk dat ik ze allebei meteen openscheur trouwens. En dan de pakjes eruit haal. En dan samen met jullie ga openen vandaag. Nou, er is ontzettend veel gebeurd ook met TCG Live. Maar al dat nieuws, al de Pokémon nieuws, dat bewaar ik voor volgende video's. Ik probeer dit er doorheen te jagen zonder al te veel te hoesten. Maar ik wilde ook niet weer een week een video overslaan. Oh, en hier is de Pikachu coin. Pikachu als een echt blij ei op deze coin. Hartstikke leuk. En hier is dan de Togetic promo. Met dat bolletjes holofoil. Super cool. Ik heb ook het plezier gehad om een adventkalender te openen van Pokémon. Die had ik al heel lang liggen. Als het goed is tegen de tijd dat jullie dit zien, heb ik daarvan ook op Instagram gepost wat ik allemaal gepoeld heb. Ik ben er nog niet doorheen, want hè, elke dag tot geloof 24 december mag je iets openmaken. En daar zitten dan dingen in zoals promokaarten, coins, maar ook pakjes en sleutelhangers, dat soort dingen. Dus ik vind het wel echt een heel leuk product om open te maken. Ik ben sowieso al gek op van die adventkalenders en ik heb ook geprobeerd mezelf niet te spoilen door te kijken wat erin zit. En technisch gezien staat er volgens mij wel op de doos wat je allemaal mag verwachten. Maar dat heb ik gelukkig niet gezien. Dus voor mij blijft het een verrassing. Hier nog een keer een Pikachu. Dezelfde coin. Nog 3 pakjes. En de promokaart is een Manaphy. Het is niet de Manaphy met de ability dat je de bench niet kan aanvallen. Wat overigens een hele goede ability is. Een hele goede Manaphy kaart. Deze mag bij de Togetic promo. Ik zal ze even zo een beetje in het zicht leggen. Hoppakee. Nou, dan is dit onze pack selectie voor vandaag. 6 pakjes. Reggie, Lugia, Alolan Vulpix, nog een Lugia, nog een Vulpix en nog een Reggie. Dan missen we Reggie Drago. Maar dat maakt niet uit. Tijdens de livestream zaten de echte hits in de Lugia pakjes. Dus die bewaar ik even voor laatst. Ik ben benieuwd. Het is alweer eventjes geleden
dat ik Silver Tempest heb geopend. Ik heb er al wel echt heel veel van geopend. Maar ik moet nog steeds een heleboel kaarten. Vooral de Trainer Gallery kaarten en Ultra Rares en zo natuurlijk. Zoals altijd. Een Kesti Energy spelletje. En Lightning. Oh, het is Psychic. Dat had dat voor Alice geweest. Drakluk. Lantern. Unidentified Fossil. Dratini. Phoebus is aan het slapen. Fampi. Litten. Rufflet. De reverse is een Altaria en een Crobat Holo. De eerste hit, quote-unquote hit, van vandaag met de Venomous Fang en Critical Bite aanval. Critical Bite is best wel cool, want als je daarmee een tegenstander uitschakelt, dan mag je 2 extra prijzen mee pakken. Dus stel, je kan daar een Pokémon VMAX mee uitschakelen, dan pak je in 1 keer 5 prijzen. Dat is echt insane. Ik heb nog niet iemand dat echt succesvol in een deck zien gebruiken, however. Dus het zal moeilijker zijn dan ik denk. De volgende Reggie. Ondertussen komt de Rebel hier ook op tafel kijken. Wat ik aan het doen ben. Zijn pakjes aan het openmaken. Rebel, guess the energy. Metaal. Ah, nu was het Lightning. Golbat. Furisode Girl. Donphan heeft een future en een past vorm in Scarlet and Violet gekregen. Krogunk, Solosis, Zubat, Elgium, Fungus, Medicham is de reverse rare en we hebben een Rainbow Unown V-Star. Holy moly. Dat zag ik even niet aankomen. Het is wel echt waar dat als ik iets pool, dan is het altijd een rainbow for some reason en nooit iets anders. Maar dit is wel echt een sick goede pool voor deze 3-pack blister. En zo te zien ook nog best wel goed gecenterd. En niet beschadigd. Dus deze moet ik snel even sleeven. Ik heb sleeves klaargelegd. Zo slim was ik nog wel. Ik denk soms dat het ongeluk brengt als je heel hoogmoedig alvast je sleeves klaarlegt. Maar in dit geval kwam het van pas. Bam. Unown V-Star. Die mag in de VIP pile. Dan gaan we door met Alolan Vulpix. Overigens, wat er ook aan zit te komen is de rotatie. Alle kaarten van Sword and Shield era met het Z-symbool D gaan eruit volgens mij. Gras. Ah, het is Fighting. Wat is dit symbooltje hier? In dit geval staat bijvoorbeeld F. Alle kaarten waar hier een D staat, die gaan eruit. Die zijn niet meer legal straks als de setrotatie plaatsvindt om mee te spelen in standard toernooien. Araquanid, Stonejourner, die zit ook wel lekker zen te chillen. Golbat, pas goed bij de Crobat. Fennekin, Durant, Emolga, een gratis retreater, kan handig zijn. Beldum, Stunfisk, Klink en een Lance Full Art. Wat is deze? Dit is pool na pool. Dit is niet verkeerd. Moesten allebei sowieso nog. Dus ik heb nog geen bijbehorende map van Silver Tempest. Ik moet nog even vragen aan mijn vrienden bij Cardstore of zij die map voor mij apart kunnen leggen. Dit is wel echt een goede opening. Lance, de badass draaktrainer, als ik me niet vergis. Ja, yeah. Search your deck for up to 3 dragon Pokémon. Heel cool. En we zijn pas op de helft. Dit gebeurt echt nooit. Alolan Vulpix. Misschien is dat een beloning voor het mijn best doen voor jullie terwijl ik ziek ben. Zo wil ik elke dag wel openmaken. Ziek of niet. Ik kies voor Fire. Oh, en nu is het gras. Zit ik er nou echt werkelijk steeds eentje naast? Volgens mij wel. Bricks en Lupani, Serena en Brixen gaan goed samen. Sandygast, Relicant, Hanucha, Rufflet, Vulpix, maar dan niet de Alolan versie. De Reverse Uncommon is een Wailord die jumbo-sized is. Ik moet nog steeds dit deck in elkaar klussen, maar het is wel een leuk deck. En de Rare is een, nou, een Superior V-Star. Wat is er aan de hand?
Zit iemand een prank met mij uit te halen of zo? Dit is niet te geloven. Als Maarten dit ziet, gelooft hij het ook nooit. Bam, een Superior V-Star. Deze had ik volgens mij al wel. Of was dat ook de Rainbow versie? Dat zou zomaar ook wel eens de Rainbow kunnen zijn geweest. Niet dat ik klaag hoor, overigens. Nou, dan de Lugia pakjes waarvan ik zei dat daar de echte hits in zaten. Nou, dat kan nu eigenlijk bijna niet meer, maar wie weet. Ik laat me graag verrassen. Ik zie al wel een Emolga. Ik hoop dat deze codekaarten dan ook lucky zijn voor de online game voor jullie. Darkness. Ah, nu is het fire. Klein. Kledel. Want ik geef altijd wel een paar van die codecards weg aan het einde van mijn video. Of soms tussendoor. Chimeco. Bernary. Drowsy. Spinarak. Ralts is de reverse. En dat meen je niet. Volgens mij hebben we weer wat. Het is een Ho-Oh V Ultra Rare. Weliswaar een gewone ultra rare, maar weer een ultra rare, weer een pool. Bijna elk pakje een pool tot nu toe. Ongelooflijk. Nou, last pack magic. Alhoewel ik al echt zoveel pools heb nu. Ik ben gewoon een beetje onwennig. Maar dit pakje ging wel heel apart open. Wat we nog niet hebben gezien is een Trainer Gallery kaart, die in Silver Tempest al echt een stuk moeilijker te poolen zijn, heb ik het idee, dan in Astral Radiance en Lost Origin. Het laatste Gusty Energy van vandaag, gewoon weer Lightning. Ah, nu was het gras. Dus geen Gusty Energies vandaag, foei. Kledel, Worker, dit pak je ook net op volgens mij. Sunflora, Vulpix, Drowsy, Growlithe, Misdreavus. Overigens, dit is het set symbool van Silver Tempest. En daarmee gaan ze ook stoppen. Dus gaan ook naar de Japanse set nummers toe. En dat vind ik op zich wel een beetje jammer. Want ik vond die logootjes altijd wel leuk. Wilmer past goed bij de Wailord die we zojuist hadden gepoeld. De Reverse is een Reverse Rare Zeraora. Dat is wel cool. Een van mijn favoriete Pokémon. Lightning Pokémon zijn sowieso altijd wel super cool, vind ik. Maar dus geen Trainer Gallery kaart. En onze laatste rare van vandaag is een Reniclus Holo. Dus dat betekent dat we alleen maar zwarte codekaarten hebben gepoeld, volgens mij. Voor het eerst, ever. Voor het eerst op dit kanaal, ik geloof 87 video's verder, hebben wij, jazeker, kijk, alleen maar zwarte codekaarten. Wat, als je dat nog niet wist, sorry dat ik het spoil, maar dat betekent dat je een hit hebt. Dus voorheen verklapte de tekst wat je had, maar nu staat er altijd redeem, gelukkig. Dus deze kant verklapt niet of je wat hebt of niet, maar de andere kant nog wel. Dus als dit zwart is, dan heb je sowieso een holo of beter. Het zegt niks over Trainer Gallery kaarten of andere Amazing Rares of whatever. Die kan je nog steeds poelen, ook als dit wit is. Hier in ieder geval een codekaartje. Alvast voor jullie. En nog eentje. Ik hoop dat jullie er online net zoveel geluk mee hebben als ik vandaag. Offline. Ik zal nog eens even de beste pools erbij pakken. Of eigenlijk gewoon alles erbij pakken. Want alles was een pool. We hebben om te beginnen natuurlijk de Manaphy promo en de Togetic promo. Ik moet zeggen dat ik de Manaphy net iets cooler vind. Dan hebben we Reuniclus. Die moest ik nog. Het rare, ja, celmannetje. Ho-Oh V heb ik wel dubbel, denk ik. Maar hey, een ultra rare is een ultra rare. Crobat. En dan randomly een full art lens. Niet verkeerd. Natuurlijk de Rainbow Unknown V-Star. Super gaaf. En die unknowns die spellen ook V-Star trouwens. Als je het zou vertalen. En dan de Superior V-Star. Dit was echt een super goede opening. Ik ben heel blij met deze blisters. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dan de volgende keer, waarschijnlijk, maak geen harde beloftes, maar waarschijnlijk de Charizard Ultra Premium Collection Box. En anders de Pokémon Go opening. Tot de volgende keer.